Vak agrarisch. Simon hier, waarvan je niet weet hoe ik eruit zie. Vandaag ga ik een Q&A doen. En Mark vraagt, doe een face review. Nou, vooruit. Ontknopen. Hey, Vsauce. Michael hier. Doe maar. Q&A tijd. Zoals je al had gezien. En ja, de vraag was al beantwoord. Mijn gezichtje. Zie je het uit? Morgen weer eind aan de kappen toe. Dus je het beeldscherm ziet, comment, hashtag Q&A als je de volgende vraag in de volgende Q&A wil. Ik ben hier samen met Jimmy. De eerste vraag was van Oldboy 555. Mag ik foto staand? Nou, nee. We gaan een speedrun doen voor de vragen. En ik heb ze allemaal onthouden. Allemaal, alle vragen. Mirenus vraagt, wat is het smerigste, wacht, het raarste wat je hebt gegeten? Nou, dat is een hele goede. Ik denk dat de pannenkoek pizza speciaal van aparte was. Dan had ik tomatensaus, bolognese saus op een pannenkoek. En dat was toch wel een beetje gek. Dat frikandel Hawaii is ook wel gek, maar die was gewoon lekker. Boom, vierde vraag. Van Pieter. Wat is het raarste wat je ooit hebt gegeten? Kut. Vraag 4. Van Pieter. Hoeveel heb je verdiend met YouTube en Twitch? Alles. Nee, ik heb 2 keer alles moeten investeren, helaas. Ik heb ook een keer een video gemaakt. Willekeurige dingen verturen. Nou, verduurbank kopen, rotzooi kopen, verduurvet. Maar dat doe ik voor jullie, heb ik voor jou over. Banco vraagt, waar de Q&A? Nou kijk, jij hebt mazzel. Vandaag is je geluksdag. De Q&A is nu. Nou, je vroeg het echt 2 weken geleden en daarvoor vroeg je een maand eerder al een vraag. Maar ik was gewoon lui. Ik wil met mijn gans opnemen, maar je kan horen, maar het weinig tering had. Ik heb het uitgesteld. Dat is een sneeuw doen, maar ja. Lui. En de vraag van Banco zelf was, hoe ben je de beste YouTuber van Nederland geworden? Ik was namelijk de vraag zelf vergeten te beantwoorden. Vet kut. Nou kijk. Gewoon een beetje bescheiden blijven. Oh ja, en je vraag klopt niet. Het is niet de beste YouTuber van Nederland, maar van Nederland en België. En omstreken. Want de fuck is dit nog een vraag? Adam Lol zegt, leuke video. Die we kunnen. Op elkaar. Abonneren. De steun. Adam, fuck jou. Geen super sub bij mij. Nee, zo werken we niet. Dit is de Simon channel. En het is niet de Adam Lol shoutout channel volgens mij. Dit is geen kanalen beoordelen of kanalen review of kanalen shoutout. Rikke Rinkert Rinkert van Jakweni. Die zegt, zou je ter compensatie van al die Fibonacci video's niet eens een workout video doen? Tegen jou zeg ik, ik fiets zo naar school toe volgens mij echt al. Niet zo vaak. Vaak genoeg. Ik ontbijt niet, want ik sta laat op. Dat telt toch ook? Dan val ik ook af. Is dat gezond? Ik ben op een mooi gewicht. Ik heb een mooi rond buikje. Nu hebben we nog een vraag van mijn favoriete ijsberg. Een gletsjer. Gletsjer zegt, nooit meer een frikandel eten of nooit meer een video uploaden? Nou ja, een frikandel is wel lekker. En een video uploaden is ook wel leuk. Als we echt heel simpel gaan doen. Een hamburger, dat is ook gewoon een soort van frikandel, maar dan plat. Als ik nog hamburgers mag eten, zou ik zeggen geen frikandellen meer. Maar als ik echt alles wat op een frikandel lijkt, zou ik geen frikandel zo mogen bijvoorbeeld. Of geen hamburger meer, dan zou ik dan toch zeggen van, ah, laat die video's maar zitten. Livestream op twitch.tv/Simon is ook goed genoeg. En ik kan altijd mijn andere video laten uploaden. Nou ja, dat is een loophole, dat mag zeker niet, dat is niet wat er bedoeld werd. Oh nee, ik begin een trend te zien. Angelo Plus 04 vraagt namelijk, hoeveel frikandellen heb je in je leven gegeten? Wel 20. En zijn volgende vraag was, hoeveel ga je eten in 2021? Nou, ik denk dat ik dit jaar pak een beet 12, 13, 14, 15 frikandellen heb gehad. In die richting, misschien meer. Nou, ik kan dan nog niet aan het terrasje gaan en een frikandelletje bestellen. Dat toch wel mijn main bron als van frikandellen eten. Dus als corona snel voorbij is, dan wordt het wel 50 dit jaar. Niet snel voorbij is, dan wordt het waarschijnlijk alsnog nog steeds wel 50. Want ik eet toch frikandellen. Not gonna lie. Gaming SW zegt, wat is beter? Shine Spiritus of Gaming SD? Gaming SD. Wat is dat? Ken jij dat cameraman? Nee. Ah. Ik heb Gaming SD gevonden. Nou, dan ga ik toch maar voor Shine Spiritus. Esso naar Milan. Danny zegt, waarom? Daarom. Het laatste vraagt, ook weer van Gaming SB. Want we hebben niet zoveel vragen. Volgende keer wel, want jij gaat nu een vraag commenten als je nog kijkt. Of niet. Ik kan je niet sturen.
Sander vraagt als laatste vraag: ben je 2 kilo afgevallen? Ja, ik ben 2 kilo afgevallen, maar die is wel weer bij. En wat een kutvideo is dit. Misschien is Q&A 2 beter.